Ik ga nog een uitzondering maken, want ik heb nog een allerlaatste vraag. Want Jorn heeft hier echt al een paar keer naar gevraagd. De PCR-test. En dan gaan we Oh echt afsluiten jee. daarna. Ja, oh jee. Nog één laatste vraag. In hoeverre zijn deze betrouwbaar? Nog Ja. één vraag. En dat is wel mooi, hè? Want dan, nou, als ik hem antwoord, moet hij ook beloven dat hij tegen iedereen vertelt dat hij Oké, goed Jorn. getest is. Hè? Let Bedoel, op. want dat is dan wel belangrijk, hè? Ja. Nee, de PCR-test is eigenlijk de Rolls-Royce onder de auto's, hè? Je kunt geen betere test hebben dan de PCR-test. Dus als die zegt dat je positief bent, dan is het ook gewoon echt. Maar hij is ook heel gevoelig. Dus als je de PCR-test voor COVID positief is, heb je geen griep. Zo, en dat is eigenlijk het mooiste van die test. Dat als je test, dat je zeker weet dat het alleen om COVID gaat. Echter, er is algemeen bekend, en bij alle medische testen is dat zo, dat je soms heb je vals positieve. Dat hoort er gewoon bij. Je kunt nooit 100% zeker zijn. Ja, dat betekent dat je toch eigenlijk positieve uitslag krijgt en dat je in quarantaine moet, maar eigenlijk heb je het niet. Maar je hebt ook vals negatieve. Nou, maar dat is een heel klein beetje. Dat staat niet ten opzichte van de gewone dat de test klopt. Ja, en is dat nou erg dat je met val, hè, dat je vals positief bent? Ja, ik heb gisteren ook gezegd, kijk, als je dan een hele moeilijke behandeling moet krijgen, bijvoorbeeld chemotherapie, hè, dat je een heel ernstig medicijn moet nemen, ja, dan is dat natuurlijk, dan gaan we dat niet doen. Maar wat doen we nu? Nu zetten we mensen 10 dagen in quarantaine. Ja, dat is niet zo erg. Het is wel heel vervelend als jij toevallig de pech hebt dat jij vals positief bent. Maar je doet het wel voor elkaar. Nou, daarom is die PCR-test de beste test die we hebben. En moet iedereen niet meer zeuren over die PCR-test. Hè? Dat ging Dank je uit. Wel voor het antwoord. En Jorn, spread the word. En je kunt deze video ook terugkijken. Hij is straks.